Een zevende sentimentsindicator, marktsentimentsindicator, is de Percentage Above Moving Average 50. Of afgekort de PAMA 50. Percentage Above Moving Average 50. Wat doet men hier concreet? Men kijkt bijvoorbeeld naar een beurs, zoals de New York Stock Exchange. En men kijkt per aandeel, dus daar zijn duizenden aandelen die daar noteren, men kijkt per aandeel. Als de koers van het aandeel boven zijn moving average 50, dus boven zijn eigen koersgemiddelde op 50 dagen noteert. Noteert de koers boven de koersgemiddelde van 50, dan wil dat zeggen, kijk, voor de middellange termijn, de komende maanden, is die trend toch eerder positief. Heel lange termijn praat men van een koersgemiddelde van 200, heel kort koersgemiddelde 10. Dus maar toch voor de komende weken, komende maanden een inschatting te maken, kijkt men naar Moving Average 50. En men kijkt dus concreet hoeveel aandelen van de beurs van New York momenteel noteren met hun koers boven hun eigen Moving Average 50. Op deze grafiek bijvoorbeeld zien we dat hier de laatste stand 65,76 is. Dus 65% van de aandelen op New York zaten op dat moment in een positieve lange termijn trend. Nu, hoe interpreteren? We zien hier bovenaan de S&P 500 en onderaan de PAMA 50, Percentage Above Moving Average 50. Ook hier zijn het eerder de extremen die ons interesseren. We hebben een lijn op 30, is één extreempunt, en zelfs een lijn op 15 is een tweede extreempunt. We zien doorgaans als een koers door tot 30 gaat, dat we kunnen praten van een correctie van een vijftal procent. Stoomt die door naar beneden richting 15, dan praat doorgaans van een correctie van 10%. Dus als strijder zou je kunnen stellen, ik kijk naar die extreme, gaat die door de 30, koopgelegenheid, ik neem misschien een eerste positie in, gaat die effectief nog verder richting 15, ik neem een tweede positie in. Dus op die manier zijn dat koopmomenten. Nu, om er een eenvoudige interpretatie aan te geven, noteert de PAMA-index boven de 50, dan is de globale trend eerder positief. Meer dan de helft van de aandelen staan in een positieve middellange termijn trend. Onder de 50 eerder een aandachtssein. Nu laten we even live kijken. We gaan even live kijken wat vandaag 17 maart de stand is. Zo, en we zien dat de trend eerder dalend was voor die PAMA, maar dat die toch wat opveert. Nu wederom 55,71%. Dus licht positief. Dus een kleine meerderheid van de aandelen op New York, op de beurs van New York, noteert momenteel met hun eigen koers boven een Moving Average 50. Maar we zien toch dat er een neerwaartse trend zich optekent. Benieuwd hoe het de komende dagen verder ontwikkelt. Dus heel eenvoudig om een trend in te schatten. Dus momenteel 55% van de aandeel is eerder positief. Middellange termijn trend, die is nog licht positief.